jongens, welkom terug op mijn channel. Leuk dat jullie weer kijken allemaal. Eventjes vanuit de auto, want het is een beetje hondenweer buiten. Terug in Nederland inmiddels. En ik ga jullie deze week meenemen naar de Le Vaudreuil Golf Challenge in Normandië, Frankrijk. Een speciale week deze week, want ik heb mijn coach Chris Henry mee kunnen nemen. Chris is mijn mental coach / performance coach. En je hebt natuurlijk je techniek en je fysiek, maar mentaal is natuurlijk ook gewoon super belangrijk. Dus ik ga jullie deze week proberen wat meer in de diepte een inkijkje te geven over het werk wat ik samen met hem doe. Op toernooien is het echt super om met hem te werken, want dan zie je natuurlijk het beste gebeuren. Hoe je je gedraagt en hoe je routines zijn. Ik werk met hem heel veel aan de routine, dus daar ga ik jullie meer over laten zien. En helaas geen Timothy dus deze week, want er is nog steeds een regel op de Challenge Tour dat ik maar één iemand mee mag nemen. Het liefst had ik Tim er natuurlijk ook bij gehad, zodat Chris ook Tim kan coachen en ons samen als team kan coachen. Maar dat kunnen we hopelijk later in het jaar nog doen. En jongens, vergeet natuurlijk even niet op die subscribe knop te drukken. En zo meteen in de comments te laten weten waar jij aan werkt in je spel. En dan gaan we nu op naar Frankrijk, jongens. Let's go! Ja, dames en heren, we zijn deze week in Rouen. Hier ons optrekje. Vriend Robbie heeft het eventjes gefixt via Airbnb. En zoals je kan zien is het nogal een chaos. Zeker als je laat klaar bent met spelen. Dan ben je helemaal de lul met parkeren. Ik neem jullie mee naar binnen. Jawel. Welkom. Inie mini stadje appartementje. Maar wel prima, alles wat je nodig hebt. Go on, son. Good afternoon, Mr. Housing. How are you? Very well, and how are you, Mr. How are Henry? You doing, France? Pleasure to have you here again. Marvelous. We're having a lovely day. Marvelous. Nailing these. Time frames. Yes, let's nail another one and down the sixth here. Oh yes sir, it is a low cutter. Beautiful shot. Right, en laten we hem daar heel even stop zeggen. Je hoort Christus zeggen, nail those timeframes. Wat betekent dat dan? Ik zal even proberen heel kort te vertellen waar ik met Chris Henry aan werk. Eigenlijk het belangrijkste wat hij probeert te regelen, is dat je software, wat in je onbewuste systeem zit, dat je dat naar boven kan laten komen. De 97% van alle dingen die in jouw hoofd gebeuren is automatisch, is onbewust. Dus daar komt het beste in je naar boven. Dat onbewuste, dat zit vast in je gewoontes. Dus gewoontes in je techniek, gewoontes in je manier van denken, de gedachtes die je tegen jezelf zegt. Gewoontes ook in je houding, in hoe je rondloopt. Maar ook in je routines boven je bal. Vanaf het moment dat je club neerzet tot aan de strike. Allemaal gewoontes. Dus bewuste gedachtes, die zijn eigenlijk als een soort circuit breaker van die onderbewuste gedachtes. Die zitten eigenlijk de software in de weg. Dus wat hij zegt met die timeframes is, zorg dat de timeframe instinctief is.
zodat je niet de tijd hebt om jezelf bewuste gedachten te voeren. Vanaf het moment dat ik mijn club neerzet, gaat de stopwoordje aan, gaat die tellen. Nou, en dan neem ik mijn grip in, mijn stand in. Kijk ik één keer nog naar het target en zodra mijn ogen terug zijn, boom, gelijk beginnen. En tot aan strike, dat meet hij gewoon op de stopwatch. En dat, ja, dat moet gewoon consistent zijn. En als daar ook maar 2 of 3 seconden bij komt, dan ziet hij dus eigenlijk op de stopwatch van je denkt te veel na. Ja, en van te veel nadenken, er komt eigenlijk natuurlijk nooit weinig goeds uit in golf. Ik ga zo meteen wat footage van de final round laten zien. Chris heeft het opgenomen in Frankrijk, de laatste ronde. Daarbij heeft hij ook, nou ja, zeg maar ingesproken wat hij dan ziet en waar hij aan werkt met mij. Het is wel fluisterend, dus je moet heel goed luisteren en misschien even headphones opzetten om het goed te kunnen horen. Maar je hoort hem dan een paar dingen zeggen. Je hoort hem vis zeggen, dat betekent physiology, achter de bal. Houding, nou ja, hè, uitstralen dat je gewoon baas bent over het schot. Je hoort hem zeggen specific, dat je jezelf dus echt specifieke opdrachten geeft. Dus dat je gewoon heel duidelijk benoemt wat je gaat doen in het schot. En als je daar gewoon ja, een soort van in gesprek over bent met jezelf, dat heel duidelijk opnoemt naar jezelf, dan neemt je brein dat natuurlijk ook weer duidelijker op. Daarna nog de laatste 6 holes. Gewoon op video, waar ik zelf nog even een voice-over bij zeg. Ja jongens, dan hebben we weer prachtige footage. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En laten we overgaan naar de final round in Le Vaudreuil. Big again. Dan's got a lie. Quite low down. Not the best lie. Very delicate little chip. Compared to the previous shot, let's see if we can have 2 looks. We're looking for a final look at setup. And then once addressed, we're going for the second, so he's had 1 look there. Ja jongens, welkom bij de voice-over nu. We zijn hier inmiddels aangekomen op hole 13. En het fluistermuziekje van Chris Henry is voorbij. Hier de zoveelste ijzer 8 naar binnen. Het was erg veel driver ijzer 8 deze week. En hier weer een hele goede bal. Zat er heerlijk op. Heerlijke strike. Marvelous. Yes, thank you very much. En ja, hier een put voor birdie. Prachtige omgeving wel. Zoals je kan zien, mooie huizen daar op het estate. En ja, een heerlijke put.
Het is maar goed dat hij op video staat, want voor de rest van de dag is er heel erg weinig ingegaan. En het was ook wel een beetje story of the week. Erg veel goed spel, Tito Green, erg veel goede slagen. Maar zoals je ook een beetje kan zien, erg hoge ruf links en rechts. En een paar keer gewoon flink afgestraft. Hier op hol 14, weer een ijsje 8 naar binnen. Weer een heerlijk geslagen bal. En de routines die liepen als clockwork. En uiteindelijk weer een lip-out helaas voor birdie. Zondag was echt wel de dag van de lip-outs helaas. Echt goed gespeeld, maar alles uitgelipt. Weinig birdies kunnen maken en misschien 2 slechte ballen geslagen. Die echt gewoon kaart afgestraft zijn geworden. Hier op hol 15, goede driver op de fairway. En ijzer 4 naar binnen. Ik zat een beetje tussen ijzer 4 en een 5 in hier. Koos voor de 4, wilde een fade naar binnen slaan. Maar werd een beetje afgeleid door een auto die je misschien hoorde brommen op de achtergrond. En dit was wel de slechtste bal van het toernooi. Een hoek links in de hoge sla. En uiteindelijk hier een provisional de green op. Dus een lange put voor bogey. En ook die lipte weer uit. Dus dat werd helaas een dubbel vanaf het midden van de fairway. Ja, dat is natuurlijk niet waar je het voor doet. Vervolgens werd het wel flag hunting. Je weet dat je gewoon niet meer zo goed tevoren staat. Dus hier een ijsje 7 naar binnen op hol 16. Ook hier weer een goede bal op de pin. 4 metertjes voor birdie, maar helaas ook niet kunnen holen. En dan was het gewoon een kwestie van uitspelen eigenlijk. Je weet dat je geen hoge finish meer gaat behalen. Maar ik denk wel een kracht wat Chris me ook heeft bijgebracht. Gebruik gewoon elke hol in competitie om beter te worden en je processen te testen. Hier op hol 17, weer een ijsje 8 naar binnen. En toch wel weer een heerlijke bal eigenlijk. Shot gewoon down. Echt heel veel goed geslagen ballen. En deze put die was niet heel erg om over naar huis te schrijven. Ietsje aan de zachte kant. En door naar hol 18. Zoals je kunt zien zo meteen wel met een klein beetje agressie. Dus hier komt wel even wat extra's los nog. Maar de sponsor zoals je kan zien, de Petit Forestier. De eigenaar van dit estate en van de golfbaan is Jean-Claude Forestier. Een enorm grote verhuurder van gekoelde trucks. En een enorme golffan, dus mooi wat hij altijd doet. En een trotse host van dit toernooi. Hier nog eventjes een houten 3 met een beetje draw om de bomen heen naar de green op hol 18. Dit was niet bepaald de beste bal van de dag. Dus lichtelijk uit positie onder de boom vanuit de ruf. Nog een meter of 50 naar de pin. Niet ideaal wat je wil overlaten. Maar goed, gotta go for it. Uiteindelijk net ietsje te hard en hier op de fringe geëindigd. Ook deze put was positief geslagen. En het toernooi zit erop. 44ste plaats. 6e plaats op de ranking. En uiteindelijk met gierende banden naar huis om lekker thuis te eten, jongens. Bedankt voor het kijken. En deze week een weekje vrij. Even geen toernooi, want ik heb 5 weken op rij toernooi gehad. De batterij moet even een beetje opgeladen worden. En dan op naar Italië voor de Italian Challenge. Een toernooi met 50% meer prijsgeld dan het reguliere. Dus daar gaan we ons even goed voor klaarmaken, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En tot de volgende week.